Hey weer kameraden, welkom op dit YouTube-kanaal bij Noodweer Benelux. Een nieuwe update. Zoals verwacht, jullie hebben op de vorige weervideo massaal gereageerd. Ongelooflijk. En de uitkomst was simpel. Nicolas, breng ons die nieuwe weervideo op zondag. Wel, hij is er. En hij is heel spicy, ik kan het nu al vertellen. Maar eerst en vooral sneeuwliefhebbers. U heeft het misschien vandaag gezien, 3 december, sneeuw in België, sneeuw die valt in Nederland. Ja, het is eigenlijk het einde van een winterse episode, de winterprik in de lage landen. Nu, we hebben niet de jackpot gekregen, de jackpot van het winterweer. Ja, dat was voor Duitsland, de Alpenregio. In het zuiden van Duitsland, lokaal 40 centimeter sneeuw. Ja, dat heeft ook alles te maken met die brongebieden die koud zijn. Scandinavië, Rusland, heel koud. Heel anders dan voorgaande jaren, waar we moesten kijken met een vergrootglas. Waar is die bronkou eigenlijk? Wel, dat hebben we nu. En de vraag die iedereen bezighoudt. Nicolas, kan jij in die weermodellen, kan jij ons nog meer winterweer brengen? Of blijft het bij deze mini-winterprik? Nu, u weet, ik ben allergisch aan woorden zoals mini, aan deze winterprik. Ja, we zullen het zien. Veel plezier met deze weervideo. En ja, heel belangrijk, wees voorzichtig, mensen. Als u zich op de weg begeeft, bij deze temperatuur rond het vriespunt, glad. Dus bescherm elkaar. En op vraag van heel veel van jullie kijkers. Hij is er sinds 1 december 2023. De YouTube Shorts. Ja, heel veel van jullie abonnees die vragen, ja Nicolas, je weervideo's 10 minuten, top, de livestreams, leuk, maar kunnen we ook op YouTube een kort weerberichtje zien, een minuutje ongeveer, 60 seconden, wel, u vraagt, ik draai YouTube Shorts. Je vindt het, ja, je ziet het mooi omcirkeld in het rood op dit YouTube kanaal en als er belangrijk weer is, maar ook als het rustig is, gaan we af en toe op die YouTube Shorts reageren. Dus ja, een kort weerbericht en heel veel animo. 2000 kijkers inmiddels, het gaat er echt ook gek. Dankjewel. Nu, de realiteit. 3 december, als u uitgesteld zou kijken, dan ziet u wat we nu hebben. In Europa, Scandinavië, diepvrieskou, Rusland, diepvrieskou, Alpen, strenge vorst en de Benelux zit op de grens. Tussen zachte lucht vanaf die Atlantische Oceaan, blah, die linkerkant die we niet graag zien komen, met zachte lucht, wind en regen. Regen, jongens, al veel te veel gezien de afgelopen maand, dus dat mag stoppen. Mogen we vervangen door sneeuw, mocht dat kunnen, mensen? Zou super zijn. Of rechts die koude lucht. Ja, en wat gaat er winnen? In de vorige video, 10.000 mensen hebben die gezien. Ja, had u het heel duidelijk geïllustreerd. Links paarse kleuren met die zachte lucht. En dan rechts die rode kleuren. En in deze weervideo ga ik de laatste stand van zaken ook meegeven. Jawel. Goed, en dan gaan we kijken, jongens. Wat zegt dat hier? Oh, dat is een uitsmijter. In deze weervideo iets nieuws. Ik heb de zeewatertemperatuur erbij gehaald van de Noordzee. Ja, waar heel veel vissen zitten, waar heel veel boten varen en waarbij ook de zeewatertemperatuur gemonitord wordt. Nu, verwacht u niet aan een ice age door deze winterprik, nee. Maar kijk even, 2 december... Dat was een zaterdag, hadden we voor onze Belgisch-Nederlandse kust een 12 graden. Zelfs net aan onze Belgisch-Nederlandse kust wat frisser, een 9 graden qua zeewatertemperatuur. En dat gaan we even vergelijken, jawel, beste weervrienden, met 2022. Het lijkt al een eeuwigheid geleden. We worden snel ouder, dus geniet ervan elke dag. Hoppa! In 2022, wat ziet u? Jawel, de zeewatertemperatuur van onze geliefkoosde Noordzee. Warmer dan in 2023. Dus u zou kunnen zeggen, ja oké, dat koelt daar allemaal wat vlotter af dit jaar dan vorig jaar. En dan heeft u helemaal gelijk. Ook de noordoosten van ons in de regio van Denemarken, in de buurt van Estland, Letland, Litouwen, zit die temperatuur van dat zeewater ook wel snor. Met andere woorden, iets lager dan voorgaande jaren. En dat willen we. We willen dat dat brongebied afkoelt als die wind eenmaal uit noordoost komt. Ja, dat het snel afkoelt. Nu, de polvraag van deze weervideo, ja, daar gaat
Heel veel van jullie gaat er een mening over hebben. En de polvraag luidt, als u mag kiezen tussen winterweer of zomerweer, 25 graden, wat kiest u? Zet het hier beneden. In de reactie, dat gaat de pol der polvragen zijn van deze weervideo. Winterweer met wat vrieskou, sneeuw daarbij of zomerweer. Dus als u deze gezien heeft, u kan nu reageren. Zet de video even op pauze. Of na deze video. Ik ben heel benieuwd. Als u mij vraagt, ik geef dat straks mee. Mijn voorkeur. Holy pepperonis. Jongens, de polvraag der polvraag. En Nicolas verslikt ze. Goed, we zijn er. Gem, alive and kicking. Canadees weermodel. En wat heeft eigenlijk deze winterse episode veroorzaakt? Laten we even kijken. Nu, ik kan dat zien op YouTube, waar mensen staan te wachten op de video. En nu, ik sowieso ga er een aantal terugkijken. 10 seconden flashback, Nicolas die zijn verslikt. Ja, mea culpa, het kan mij gebeuren. Goed, zondag 3 december. De reden van dat winters verhaal was dat klein lage drukgebied hier ten westen van Frankrijk. Even zien. Hoppakee. En ja, en ook maandag, dinsdag zit dat in onze buurt. Helaas, had dit in januari, februari geweest, dan had dit een forse sneeuwbrenger geweest met ja, heel wat sneeuw nu. Het grote probleem is dat het in onze eigen buurt nog niet koud genoeg is voor daar een heel erg ja, vreugdevolle sneeuwbrenger van te maken. Maar goed, we zijn begin december, de winter moet nog veel brengen, hopelijk deze maand, januari, februari en maart. Dus dat hebben we toch al op zak. En dan gaan we even kijken wat Gem ervan maakt naar 7, 8 december. Let's do that. Wat zien we gebeuren? 7 december, oei. Ja, dat is een donderdag. Dan zien we hier de Atlantische Oceaan wat onrustig worden en dat brengt ons een zuidweststroming. Dus verwarming mag dan opnieuw af. We gaan naar een 10 graden. We gaan wellicht geen vriestemperatuur meer hebben. Gem, Canadees weermodel, zegt bah, Russian cold, Russische hoge drukgebieden, hoepel op de Atlantische Oceaan. Here I come. Ja, we gaan een tweede weermodel erbij halen. Zien of dat eenzelfde trend geeft. Dat is ons Amerikaanse weervriend. GFS. Ah, nee, dat is het niet. Dat is Icon. Oké, dan gaan we het bij Icon houden. Duits weermodel. Dat is ook wel een goed weermodel dat ik heel vaak en graag gebruik. Ja. We gaan even zien hier. Ja, dat is de Benelux, daar zitten wij. Dan gaan we even door het weermodel koersen. Dezelfde setting zien we hier ontstaan op 4 en 5 december. Zoals we zagen bij Gem, een lage drukgebied boven onze hoofden. Brengt wisselvallig weer, eigenlijk non-winterweer. Het is eigenlijk van Willen op maandag 4 en dinsdag 5 december. Maar wat raadt u in de lage landen? Het is van niet kunnen. Goed. Ik heb sneeuw gezien vandaag, 3 december, dus ik ga niet klaar, maar toch. Goed, even zien hier richting die 7 december, wat gebeurt er? Oei, de Atlantische Oceaan. Een stormram maakt zich klaar. Kijk eens aan, een 955 hectopascal lage drukgebied. Dat is heel laag, stormsituatie zit daar ook op die Atlantische Oceaan. En de vraag is, gaat dat richting de Benelux komen? Gem. Hebben we achter de rug. Icon komt eraan. En de stormram is daar. En de stormram vol op de Benelux. Kijk eens. 8 december. Bam. En er gebeurt iets heel spectaculair hier. Ja, voor de doorwinterde kijkers van mijn weervideo's. U weet al wat ik ga zeggen. Jawel. Ik zou kunnen zwijgen, maar ik ga het niet doen. We zien hier een lage drukgebied op die Atlantische Oceaan. Dat is een nieuwe stormsetting. Low pressure L1, maar low pressure L2, dat stormramverhaal van daarnet, die loopt hier op de klippen op West-Europa. Loopt vast in de buurt van het Verenigd Koninkrijk en gaat mogelijk volledig verdwijnen. Dus die heeft wel wat moeite om door dat hoge druk bolwerk te breken van Rusland. Ja? Dus L2, we gaan even zien wat jij gaat doen. Ga je verdwijnen of blijf je nog wat in stand? Even zien. Bye bye. Loopt gewoon vol op de klippen hier op de Benelux.
En is gedwongen om eigenlijk terug te keren richting het moederlaag. Het laag der lagen, een lage drukgebied van 960 hectopascal. En dan ziet u het, ja, icoon zegt eigenlijk alles ligt open voor een nieuwe zuidweststroming. Zachte lucht, regen en wind. Zijn we daar blij mee? Nee, we zijn daar niet blij mee, want eigenlijk hadden we een ideale situatie, namelijk Scandinavië, Rusland was koud, eind november, begin december, en die Atlantische Oceaan, geen idee wat daar zit of leeft, maar het gaat zo snel. Zachte lucht is king. We gaan even kijken of dat dan helemaal uit de hand loopt. En jawel, Nicolas, ogen dicht. Mensen zien dat niet graag. We hebben een westelijke stroming. Regen, wind. En we gaan naar onze kerstbarbecue. Nee, alle gekheid op een stokje voor kerstmis. U weet, we doen daar geen wilde uitspraken rond. Groene kerst, witte kerst. Maar goed, het zou mij niet verbazen. We gaan even kijken naar GFS. Ah, en hier is hij, de good old GFS. De weerpluim. U vindt dit trouwens, mensen, ook op onze site. Noodweer. .be. Nu, als u zoiets heeft, ja, dat is wel een gekke weerman. Ja, dat is een beetje mijn stijl. Als ik in de flow ben van mijn analyses, you see what you get. GFS, Amerikaans weermodel. Ja, we zien hier toch een opwarmende trend. Ja, jongens. Een aantal lijntjes die naar 13 tot 15 graden gaan en dan eigenlijk een bult. En dan een dalende trend richting het langjarig gemiddelde. Wat is het? 7 graden, zeker voor deze tijd van het jaar. En dan een aantal lonely lines. Een aantal zeldzame lijntjes die toch naar beneden duiken. Hoera, hoera. Koudere opties, maar ze staan alleen. En u weet het, als u alleen staat op de speelplaats, het is zeer eenzaam. We gaan even kijken naar die neerslagcurves. En die neerslagcurves, ja, die vertellen ook niet heel veel goeds. Er was al een bak regen gevallen. Wat zijn de weermodellen? Let's do some more. Naar 15, 16 december nog wat buien, neerslag en wind. Ja, als winterliefhebber, dat is uw kas opvreten, hè? Dat is uw kas opvreten. En dan gaan we even kijken, en dit was de uitsmijter van deze weervideo. Nu, de weerpol moet ik ook nog even herhalen, dus niet deze weervideo verlaten, vooraleer u in de reacties iets gedropt heeft. Winterweer of zomerweer? En waarom? Misschien ook dat even meegeven, dat mag, niet verplicht. Maar laten we even een algemene pol organiseren. Want dan moet ik ook mijn eigen voorkeur nog geven. Hier, low pressure, L1. Volgens GFS, voor de komende 7 tot 10 dagen, ja, low pressure, lage drukgebied, is koning, of koningin, zoals u het ook wel noemen. Lage druk domineert, staat gericht op het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, en dan... Ja, een moeder der hoge drukgebieden is er ook wel, boven Rusland, maar dat hoge drukgebied, ja... Man, te weinig power eigenlijk om dat lage drukbolwerk wat we daar zien in de linkerkant, om dat eigenlijk naar het zuiden te duwen. Dat zou een ideale setting zijn, maar voorlopig gebeurt dat niet. Mijn voorkeur, mensen, u wil het weten, van seizoen, winterweer, zomerweer, heel simpel, allebei. Ja, en vooral als ik moet kiezen, winterweer voor de sneeuw en zomerweer voor de onweersbuien. Herfst, lente, die twee tussenseizoenen zijn ook nice. Vooral omdat ik dan beter kan slapen. In de winter is het soms te koud, de zomer te heet. Dus geef mij dan die twee tussenseizoenen maar. Laat het weten, hier beneden in de comments. Als u kijkt, drop it in de chat of de reacties. En dan zien we elkaar heel snel terug. Woensdagavond, 8 uur, nieuwe livestream hier op dit YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken. Weerkameraden, tot zeer snel. Bye bye.